heeft ons helaas genekt. 4,55. Kijk hoeveel het kost dat de kinderen ook mijn achternaam hebben. Nino, ik ben Nino. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar de meid is vroeg wakker. Boterham was van mama relaxed. Zijn er vaders die dit doen? Zijn er vaders die naar mijn vlog kijken? Nou, een koffie. Ik weet niet waarom ik zo vroeg wakker ben, maar het is zo. Oké, okay. Die kant op sturen. Goed zo. Lieve meisjes, ik ga zo sporten, maar ik ga vast even mijn haar in de olie knallen. Ik heb wel het idee dat het steeds langer goed blijft. De katten die vechten echt als broers. Sorry voor... het dief is zooi, maar jullie zijn wel van mij gewend. Ik vind hem toch even. Ik ben nerveus vanzelf. Oké, goed. Ik ga dit even erin doen. Ik ga eerst eventjes mijn andere. Ik ben helemaal nerveus. Goed, zoals jullie wisten was ik de laatste tijd een beetje wat somber. Eigenlijk sinds vorige week. Zondag ongeveer. Dat komt omdat ik vind dit zo moeilijk. Ik en Tim hebben besloten om uit elkaar te gaan. Ik moet helemaal zin. Dit is natuurlijk niet over één nacht ijs van goh, we gaan uit elkaar. En ik voel weer de comments aankomen zoals ik dat vaak zie bij mensen die dingen delen online. Van, oh, ik zag dat niet aankomen. Oh, jullie zijn zo leuk stil. Ja, maar we gaan natuurlijk niet laten zien als we een ruzie hebben of als iets niet goed loopt, zeg maar. Tenminste, er is ook een partner bij betrokken. Ik laat heel vaak zien als iets niet goed gaat, maar met een partner is natuurlijk wat anders. Er is geen ruzie. We hebben heel veel respect voor elkaar. Maar als relaties zijnde werken wij gewoon niet meer. Er is heel veel gebeurd. Vanwege ook de huizenmarkt en de kinderen willen wij goed uit elkaar gaan. En niet doorgaan tot we elkaar de tent uit gaan vechten. Omdat we elkaar niet meer kunnen vinden. Communicatie-wise of... Ja, dat eigenlijk. Dat is ons voornamelijkste punt. Is gewoon dat onze communicatie niet goed loopt. Het is niet dat we dit zomaar beslissen. Vooral omdat de kinderen betrokken zijn. Maar we zijn ook allebei van mening dat kinderen blijer zijn met ouders die gelukkig met elkaar zijn. Of gelukkig zonder elkaar zijn. Dat ze daar meer aan hebben dan dat wij bij elkaar gaan blijven voor hun. Dat hebben we geprobeerd. Maar dan krijgen we dus heel de tijd kleine irritaties die gaan oplopen tot grote ruzies. En aangezien de huurmarkt en ik moet iets gaan huren. Dus ik kan gewoon voorlopig gewoon hier nog niet weg. Dus de kans dat ik hier misschien wel een jaar woon, als het niet langer is, moeten we gewoon keuzes daarin gaan maken. Ik zeg het nu een beetje stoïcijns, omdat het nu niet meer lukt om te huilen. Maar het voelt natuurlijk heel erg als falen, want we hadden dit niet zo gezien, we hadden dit niet zo voor ons gezien. Het is niet dat we niks geprobeerd hebben, we zijn in relatietherapie geweest, maar er is gewoon... In ons 10 jaar, bijna 11 jaar samen zijn, heel veel gebeurd. En daarin zijn we elkaar kwijtgeraakt. Wij wouden altijd wel, hè, die eerste paar jaar van een kind, dan ben je elkaar sowieso kwijt. Dus dat wouden we wel sowieso nog aankijken. Maar ja, vooral ook met mijn mentale gezondheid. Dat geeft zo'n klap op de relatie. Nou zijn er meer dingen. Maar ik ga niet alles vertellen. Dat gaat jullie verder niks aan. Dat is tussen mij en Tim. En we hebben gewoon nog heel veel respect voor elkaar. En we houden van elkaar als de ouder van... hij als de vader van onze kinderen. En hij mij als de moeder van onze kinderen. Dus daar respecteer ik ook zijn privacy in. Ik denk...
dat veel mensen misschien nu de vraag hebben van wat er dan gebeurd is. Maar dat doet er verder niet toe. En soms gebeuren er dingen in het leven. En als je dan net andere normen en waarden hebt of net andere manier van communiceren, dan komt dat in dat soort momenten naar buiten. En als je dan niet het beste voor elkaar kan zijn, dan is het beste om elkaar los te laten. Wat natuurlijk zoveel moeilijker is als de kinderen in het spel zijn. En dat breekt me vooral omdat we gewoon als gezin functioneren we echt gewoon op zich gewoon goed. En ik vind het echt de beste papa voor mijn kinderen. Ik en Tim zijn natuurlijk getrouwd. Dus wij moeten echt officieel gaan scheiden. Dat moet officieel met een advocaat. En dat is een hele rambam. Maar omdat wij nog voorlopig samen moeten wonen, blijf je fiscale partners. Dus scheiden heeft voor nu nog geen zin. Wat ons natuurlijk wat ruimte geeft om te sparen voor een advocaat. En om een ouderschapsplan goed op te stellen. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om afspraken te maken. Of om nu te beseffen dat je uit elkaar bent. Als je nog samen woont. En gewoon nog samen in een gezin runt. En dat is wel iets waar we nu allebei ontzettend tegenaan lopen. Qua gevoel. We staan soms nog samen te huilen. En dan, tenminste, Tim niet zo, Tim zo bang. Ik zie dat het hem ook raakt, maar hij huilt wat minder. Nou kan je natuurlijk denken, waarom nemen jullie dan niet een break? Dat is gewoon in onze positie is het gewoon niet mogelijk. We kunnen gewoon nergens heen. Niemand van ons kan echt voor een langere tijd uit huis. We kunnen nergens heen. Dus we nemen wel natuurlijk eigenlijk een soort van break in huis. Dus we hebben een extra bed gekocht, zodat we apart kunnen gaan slapen. Maar ja, je blijft natuurlijk voor de rest gewoon nog als gezin werken. En dat is super verwarrend. Nooit ingeschreven hier voor huurhuizen, want dat was niet nodig. En daar sta je dan. Ik vind het idee om dan straks de kinderen hier uit hun ouderlijk huis te gaan halen heel erg moeilijk. We vinden het ook moeilijk wanneer we het de kinderen vertellen, omdat het natuurlijk super verwarrend is als wij nog samen wonen. Dat gaan hun natuurlijk niet snappen. Noah die is sowieso nog te jong om het te snappen, maar Lia kan het wel snappen. Dus dat zijn allemaal nog dingen die we moeten uitzoeken. Maar ik wil het heel graag vertellen, omdat ik denk dat mensen, hè, als je begin 30 bent, misschien ook kinderen hebt en je wilt uit elkaar, dat het tegenwoordig niet zo heel makkelijk is om dat ook daadwerkelijk te doen. Wij kunnen gewoon niet naar onze ouders. Jullie weten hoe het zit met de ziektes rondom mijn ouders. Mijn ouders zitten mentaal zelf ook niet heel erg lekker in hun vel. Dus die trekken het niet om twee van die koters ook in huis te nemen. Dat is natuurlijk ook, het is niet, van goh, kan ik even bij je logeren met twee jonge kinderen. Goed, wat vooral belangrijk is, is dat er geen ruzie is. Tim en ik gaan met liefde voor elkaar als ouders uit elkaar. En omdat we gewoon elkaar beter gunnen. En wij elkaar niet kunnen geven wat de ander nu nodig heeft. We hebben het echt geprobeerd. En daar ben ik zo trots op dat we dat zo respectvol naar elkaar doen. Want dat gebeurt ook anders. Maar het doet ontzettend veel pijn. Want ja, als je een gezin samen start, als je trouwt samen, dan doe je dat niet omdat je denkt, oh, we gaan over een paar jaar weer uit elkaar. Ik weet niet, het is voor ons heel veel tegenslag wat bij ons is voorgevallen. En wat er nu gewoon toe buiten, dat de koek gewoon op is. Er is geen liefde meer. We gunnen elkaar gewoon daarin beter. En wat ik zeg, ja, het gaan gewoon steeds hele kleine irritaties worden. Waardoor straks de bom barst en dan kan je elkaar niet luchten of zien en dan moet je nog samen wonen. Ja, en ik weet niet, ik kan niet voor Tim spreken, maar voor mij voelt het gewoon heel erg als falen. Mijn ideaalbeeld qua gezin was gewoon met twee oud worden en alles samen doen. En dat plaatje, dat is er nu niet meer. Ik draag de ring ook nog steeds.
Daar hebben we allebei moeite mee om die nu af te doen. Dus die houden we gewoon nog even om. Maar de liefdesrelatie is over. Het zijn gewoon 10 mooie, maar ook hele zware jaren geweest. Er is gewoon heel veel gebeurd. En het heeft ons helaas genekt. En ik moet elke keer zo huilen als ik dan denk aan vroeger, hoe we waren. En... Maar het leven, dat haalt je soms gewoon in. En soms gebeuren er gewoon dingen die je niet had kunnen voorzien. En dan raak je elkaar kwijt. En dat doet heel veel pijn. Maar nogmaals, wij hebben gewoon zoiets van, we hebben kinderen. En wij willen het beste voor onze kinderen. En we hebben altijd gezegd dat we alles willen proberen voordat we uit elkaar gaan. Dat we niet zomaar maar uit elkaar gaan. Dus vandaar dat we ook relatietherapie hebben gegaan. Maar we schieten elkaar gewoon tekort. En daardoor gaan we straks ook de kinderen tekort. Want die voelen het ook aan dat het niet goed gaat tussen papa en mama. En dan ga je mooi weer zitten spelen. Maar voor nu willen we gewoon op tijd stoppen voor de kinderen. Omdat we willen gewoon niet. Ik zie dat elke keer voor. We hier zo een stukje verderop. Ik heb al een paar keer gezien dat een vader met hoge snelheid komt aanrijden. En dat het kind achteruit de auto stapt. De deur dicht slaat. Voordeur wordt open gedaan en vader race weer weg. Dat willen wij gewoon niet. Wij willen gewoon een normale overdracht kunnen doen. Wij willen daarin blijven communiceren. Er gewoon nog als ouders kunnen zijn voor de kinderen, weet je. Dat je gewoon kerst kan vieren, desnoods. De verjaardag kan vieren. Het lijkt me gewoon verschrikkelijk als een van die meiden jarig is. Ze is niet bij me en ik kan er niet heen. Omdat de vader en ik elkaar niet kunnen uitstaan. En nogmaals, dat is niet aan de orde. We zijn gewoon goed. We zijn gewoon de vrienden. Dus ook de aankomende tijd ga je nog beelden nog met Tim zien. Als je het ziet dat we het heel gezellig hebben. Want dat is ook het probleem niet. We hebben het gewoon gezellig samen. Alleen er is geen liefde meer. En er zijn gewoon dingen gebeurd. We hebben elkaar gekwetst. En dat hebben we geprobeerd te repareren. Maar daar staan we gewoon allebei anders in. En daar kunnen we elkaar gewoon niet meer vinden als liefdespartner. Over het scheiden en over het echt daadwerkelijk uit elkaar gaan, ga ik jullie gewoon meenemen. Dat vind ik wel belangrijk. Of misschien een huurhuis samen. Dat komt misschien nog vaker voor. Dat je gewoon geen kant op kan beiden. Dat idee maakt me echt gek. Want ik wil eigenlijk echt weg. Tenminste, mijn eigen plekje gaan opbouwen. Maar ik vind het wel heel moeilijk tegenover de kinderen. Want die moet ik uit een ouderlijk huis gaan halen. Maar... dat is ik die iets te afhankelijk is van Tim. Dat is mijn fout geweest. En daar moet ik nu helaas mee dealen. Mijn haar zit weer in de olie en dan komen al die dingetjes weer tevoorschijn. Dus nou, als je vragen hebt, stuur me een DM op Instagram. Het is Sanne Nieuwburg. Daar kan je me vragen stellen. Ik snap dat als je misschien een vraag hebt, dat je dat niet zo hier in de comments wil zetten. Als je, ja, soms wil je niet dat iemand anders het leest. Niet dat ik zoveel volgers heb, maar... En punt. Ik ga het niet emotioneler en langer maken dan nodig, want ik ben nu al 18 minuten aan het praten. Ik ga het uiteraard aan Tim laten zien. Als ik het geëdit heb, dan kan hij het kijken en kan hij zeggen of er wat uit moet of dat hij het anders wil. Alles gaat gewoon nog steeds in goed overleg. We gaan wel straks kijken om de vakantie dan te annuleren, want dat is 16 uur in de auto. Ik had het graag nog gedaan als familievakantie, als laatste familievakantie. Maar ik begrijp 100% waarom Tim dat niet ziet. Die kleine irritaties lopen natuurlijk snel op. En als je zo lang in de auto zit, dan kan dat helemaal snel gebeuren. Ik zit dan in mijn hoofd, ja, Disney ging ook goed. Maar goed, ik ben gewoon een vrouw en ik... dat is gewoon anders. En nogmaals, we respecteren elkaar. Dus ik respecteer ook Tim's grens daarin. En zo respecteert hij dat ik het aan jullie wil vertellen. En zo komen we elkaar nog een beetje tegemoet. Weten jullie dat het misschien voor jullie qua beeld niet zoveel gaat veranderen? En dat ik en Tim gewoon lijkt alsof er niks veranderd is. Maar er is dus daadwerkelijk wel wat veranderd. Maar we hebben geen andere keus dan op deze manier door te gaan. Het fijnste is gewoon als je een break-up hebt, dat je gewoon even dit kan doen. Maar dat kunnen we dus niet, want we wonen nog samen. We slapen nu zelfs nog in hetzelfde bed, want we hebben nog geen ander bed. Dus dat is gewoon echt een mindfuck. Ik ben klaar met hubben, dus ik ga nu even janken. Ik vind het zo stom om zo overdreven te janken op film. Dus abonneer even op de... Sorry.
Humor is mijn copingmechanisme. Ik heb geen money. I'm a single mom now. 4,55. Oké. Okay. Ik sta nu al 10 jaar op de parkeerplaats. Ik heb net de botox weer gedaan. Jezus, dat is nu een beetje dik. Eerst prikten ze echt die kant op. En nu pikken ze die kant op. En dan hier 3 en hier 2. Ik snap nooit de ballen er niet van, maar goed. Daar ben ik ook niet voor. En nu gaan we het lekker onderhouden. En dan zorg ik dat ik dat hij zo min mogelijk terugkomt. Hij is nu al minder, want hij is nog steeds niet zoals hij was. Want eerst was hij echt heel diep en heel hoog. Dus dat is top. Maar nou mag ik 3 uur niet liggen en rustig aan doen. Dat vind ik altijd moeilijk. Ik word altijd moeder na. Aan de ene kant heb ik echt zin om de auto te wassen. Aan de andere kant heb ik er helemaal geen zin in. Maar ik moet de binnenkant echt even een keer weer ruimen. Maar daar heb ik geen zin in. Ik heb eigenlijk echt helemaal nergens zin in. Meer dat ik het toch moeilijk vind dat ik het dan nu verteld heb of zo. Als straks naar de buitenwereld naar buiten is, dan geeft dat ook een soort opluchting. En dan hoop ik echt dat ik andere mensen er gewoon mee kan helpen of steunen. Of dat ik ook steun uit andere mensen kan halen die het me hebben meegemaakt. Maar het is zo lastig. 10 jaar is niet niks. Ik ben wel ergens blij dat ik het er nu zo over kan hebben. Dat geeft wel een soort opluchting. Want de afgelopen paar dagen kwamen echt mijn angsten en mijn dwanggedachtes. De dwangstoornis werd echt wel even aangewakkerd. Omdat er natuurlijk zoveel onzekerheid komt. Ja. Ik vind het gewoon heel lastig. Omdat je dan eigenlijk een knoop doorhakt om een hoofdstuk af te sluiten. En dat hoofdstuk kunnen we niet afsluiten. Want we wonen nog samen. En daarom, ik ben heel blij dat we juist zo goed uit elkaar gaan hoor. Maar het is nu zo vaag. Omdat het natuurlijk al maanden niet goed ging tussen ons. In de zin van, het was vrij liefdeloos. Het was niet heel gezellig of zo. Ja, dat is nu hetzelfde. Dus op dat gebied is er niks veranderd. En je wilt zo graag op je eigen poten kunnen staan als vrouw zijn. En dat, ik ben zo afhankelijk van hem. En dan kan ik me achteraf dus nu wel voor de kop voor slaan. Maar goed, dat is gewoon zo gelopen. En dat is gewoon niet anders. En ik weet, ik dacht vroeger ook altijd van, ik ga een independent woman worden en ik ga alles zelf regelen. Toen ik bij Actie kon werken, verdiende ik ook gewoon echt goed. En ik had natuurlijk vast contract. Maar zelfs dan kon ik een hypotheek van iets meer dan een ton nemen. Nou, dan zou Tim me uit moeten kopen. Met dat geld in totaal zou ik nog steeds geen nieuw huis kunnen kopen. Maar dan had ik natuurlijk al wel iets meer zekerheid gehad. Omdat ik gewoon een vaste baan had en een goed salaris. Nu heb ik zelfs geen baan. Dus nu leef ik op een uitkering. En dan moet ik straks huur gaan betalen. En wat mij nu heel onzeker maakt. En daar zit ik wel mee. Vooral omdat ik echt zie hoe lang die wachtlijsten zijn. Dus ik moet echt lotingwoningen hebben. En dan geluk hebben dat ik ertussen kom. Maar goed. Ik ben al lang blij dat het gewoon goed gaat tussen ons. En dat we overal gewoon nu goed over kunnen praten. Juist ook over de dingen waar we eerst ruzie over kregen. Omdat we niet op één lijn lagen. Omdat we nu geaccepteerd hebben dat we niet op één lijn liggen. Kan je dus ook die verschillen nu wat beter accepteren of zo. Omdat je in die zin nu niks meer van elkaar verwacht. Maar ik zit heel veel weer in mijn hoofd. En dat maakt me weer een beetje angstig voor een terugval of zo. Dat soms ook een soort van opluchting geeft, maar het geeft soms ook echt een angstig gevoel. We zien wel wat de toekomst gaat brengen. Helaas kan ik niet in de toekomst kijken. Volgens de tarotkaarten komt het allemaal in orde. Feeding my delulu on TikTok. Oké, lieve mensen, ik heb net even de shoplog opgenomen van Temu. Ik kwam er dus tijdens die shoplog achter dat dit gaatje het nog doet. Vind ik daar te oud voor of is dat nog cute? Hij jeukt wel echt enorm. Ik ga even die rotzooi ophalen. En dan ga ik opruimen. En dan ga ik Lietje halen. En dan eten we vanavond lekker bloemkoolbodempizza. I love it very much. Zin in. Batterij is leeg. Ga ik opladen. Wow. Wil je hem zelf zien? Ja, waar ben je? Ik ben een roofer, jongen! Ah.
Dag al, pa, 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 pa. Maar ook Coleman. Dus mijn achternaam er ook bij. Ik ook eigenlijk gaan doen. Kijk hoeveel dat kost dat de kinderen ook mijn achternaam hebben. Want die ben ik straks kwijt. Nou, ik was even gezellig bij Denise. Lekker weer gejankt. Dat is goed voor je, voor de verwerking. Maar ik merk dat ik dat lastig vind. Omdat het natuurlijk een beetje oude gevoelens qua de depressiviteit natuurlijk opwekt. Dus dat heb ik altijd een beetje moeite mee om mijn emoties zo te laten gaan. Maar ja, opkroppen weet ik ook natuurlijk alles van dat dat niet werkt. Ik ga nu naar huis, ik ga naar een serie kijken en mijn nest in. Een hele goede morgen. Het is zaterdag en Tim is nu op sporten. Lia heeft straks van 12 tot 3 een feestje in Baloorig. Dus we gaan zo even outfit voor uitzoeken. Ik heb door mijn nek en het huilen enorm hoofdpijn. Dus ik heb al een aspirintje ingenomen. Paracetamol, aspirin is heel wat anders. Maar dan heb ik altijd een beetje moeite met de kinderen. Niet omdat ze lastig zijn, maar kinderen zijn gewoon wat algemeen wat luider. Goed zo. Lia, je kan gewoon even zelf met die stickers plakken. En Lia die kan niet zo goed zelf spelen, dus daar moet ik er altijd bij gaan staan. Dus ik ga nu eventjes in ieder geval genoeg drinken. Ik merk dat paracetamol een beetje begint te werken. Maar het komt dan uit mijn nek. Het is stress heel erg. En dan ga ik blijkbaar 's nachts heel erg kaakklemmen, waardoor ik dus met koppijn wakker word. Dus ik ben blij dat zij straks even dat feestje heeft. Dan ga ik even met Noah denk ik even ergens lunchen of zo. Maar dat ga ik nog eventjes kijken. Het is zo'n emotionele rollercoaster waar ik in zit. Van juist de beslissing naar god, wat doe ik nou? We gaan wel stuk voor Noah doen. Noah heeft zelf de outfit uitgekozen. Kijk nou. Ja. Hallo. We zijn weer bij Denise beland. We waren even op de markt, maar na één rondje dan heb ik het wel gezien. Dus dan zijn we weer bij Denise. Om 3 uur kan ik Lia weer halen, zoals over een uurtje. Maar ik weet niet of Tim er meteen ophaalt. En dan komen die oudjes even langs. Ik heb Snapchat geïnstalleerd. Nu heb ik 2 stories geplaatst, maar ik zie er maar 1. Ik snap er echt helemaal de ballen niet van. Dus als iemand mij een speedcursus kan geven, dan hoor ik het graag. Ja, die gaat lekker? Pas je op voor Nine? Pas je op voor Nine? We hebben heerlijk gegeten. We hebben tossies gebouwd en friet. En er is een feestje gaande. Nou, vorige keer waren ze ook heel lang bezig. Ik wil niet die zeikuur zijn, maar... Ik heb volgens mij niet meer zoveel gefilmd vandaag. Maar zoals... Dat was een buik. Ik had het uitgelegd in het begin van de vlog... Ja, er speelt veel. Er was dus echt een gigantisch feest gaande. Maar ze zijn op tijd gestopt. Terwijl een paar jaar geleden hadden ze ook een feest, maar dat was bruiloft. Dat ging wel heel lang door, maar toen hadden we al gezien dat er een bruiloft was. Dus gewoon een beetje rekening mee gehouden. Maar ik ben blij dat het stil is. Dus ik ga nu lekker naast Lia kruipen. En dan zien jullie mij morgen weer. Ik heb echt het gevoel dat... Misschien het vertelstukje helemaal opnieuw moet opnemen. Maar dat zien jullie anders. Een hele goede middag ondertussen al. Ik heb net gesport. En we gaan zo eventjes een rondje wandelen door het natuurpark. Want we weten niet wat we anders moeten doen. Ik heb weer een heldag. En mijn camera wil niet focussen. Nou ja. Ik heb... ik hou van Holland opstaan. Ik moet echt nu heel erg mijn best doen om mijn voeding weer op te pakken. Gisteren dacht ik eventjes, doe ik alleen 's avonds een cheat meal.
Maar gisteren was het cheat day, want ik had er echt eventjes geen zin in. Maar dat betekent wel dat ik het dan vandaag moet oppakken, want het is echt zonde. Dan heb ik een week gewerkt voor niks. Ik ben moe. Ik ben door het huilen en het verdriet ben ik gewoon heel erg bang voor een terugval. Omdat het gewoon oude gevoelens opbrokkelt. En dat natuurlijk opeens weer heel veel in mijn hoofd zit. Dus dan valt die drukte weer zo op. En ik heb moeite met afleiding zoeken. En vooral het huilen, dat geeft je zo'n vol hoofdgevoel. Dus ja, ik heb ook heel veel van die lichte paniekaanvalletjes. Het is gewoon zo lastig, omdat ik gewoon nergens heen kan. En we gewoon nog zo lang moeten samenwonen. En dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. Echt, als ik nu op die huursite kijk, dan staan er 2 woningen op. Het is echt niet te doen. Ja, particulier huren, maar dat kan ik echt niet betalen. Ah, nou. Laten we even bij de otters kijken, die zie je het vaakst. Wat is er nou, hè? Wat is er? Zijn ze even in het natuurpark. We hebben nog niet helemaal geluk met dieren. Normaal zien we otters wel, die zagen we ook niet. Dit is echt meestal het punt waar je die zwijnen ziet. Die zijn er ook niet. Maar ik kan nog straks daar, heb je nog een extra punt. En als kinderen zijn ze dol wandelen, echt. Die doen hier zo'n plezier mee. Sommige mensen die doen met hun kinderen een rondje natuurpark. En dan lopen die kinderen. Nou, Noah die doet 10 stappen en dan wil ze weer zitten. Ook lekker. En Lia die wou eigenlijk gewoon niet. Die had er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, is goed voor je mentale. Ja, dames, hebben we het leuk, hè? Nou, Noah zei wel ja, dus ja. Dat scheelt alweer. Ik vond het een duinig lachje vanaf. Waarom ben jij nou weer zo smeer, Kees? Kom. Noah. Dag, te vol wordt, maar goed. Eet u smakelijk. Zo kan hij toch niet rustig eten, Noah? Zet maar neer. Eten, Nino? Ja. Wil je goed whisky aan het tegenhouden? Zet in een beetje whisky. Goed zo. Zetje. Ja. Ik ben niet blij. Nino, eten Nino. Eten Nino. Rustig. Die kat denkt ook, zo doen we het toch ook niet bij jou als je aan het eten bent? Eten! Hij is uitgegeten, Noah. Oh god, ze is er niet mee. Eten! Ja, ik wil eten! Ja, maar even eten op, toch? Er zit nog een klein beetje in. Een klein beetje nog. Nou, laat maar staan, Noah. Misschien wilt hij straks nog. Oké, lieve mensen, ik ben net klaar met Ik ben klaar met het break-up stukje. Dat vind ik toch wel een beetje zwaar. Ik zeg alles 10 keer, dus ik moet hem nog beter gaan knippen. Want ik ben alles 400 keer aan het vertellen. Het is wat regen. Die dochter van mij die zorgt ook niet fatsoenlijk voor de kinderen. Oh. Laat ze gewoon buiten in de regen liggen. Dus dat ga ik morgen nog eventjes afediten. Ik heb het met Tim laten zien. Die was het ermee. Ze zei, je herhaalt alles 4 keer. Dan komt dat je het goed wil, duidelijk wil vertellen. En dan
vertel je het dus 3 keer. En soms is het dan moeilijk om stukjes eruit te knippen, omdat dan het verhaallijn van het tweede verhaal niet meer klopt, zeg maar. Dus daar moet ik morgen nog eventjes naar gaan kijken. Maar goed, ik hoop dat ik duidelijk ben geweest. Ik wou er niet zo'n setting van maken om het verhaal te doen. Ik weet ook dat ik Tim geen plezier zou doen en dat hij het ook echt niet wil om ernaast te gaan zitten. Dus we hebben het zo gedaan. Hij heeft het nagekeken. Hij vindt het goed. Zijn er nog vragen? Nogmaals, stel ze hieronder. Ik beantwoord ze met alle liefde. Of het Sanne Nieuwburg op Instagram. Daar kun je me gewoon een berichtje sturen. Als je het wat meer privé wil houden. Ja, ik snap dat er nog heel veel vragen zijn. Ooit de tijd zou ik wel een keer een Q&A erover opnemen. Maar dat is voor nu gewoon nog te vroeg. Want ik moet zelf alles nog uitzoeken. Ik zou mezelf nog allemaal helemaal niet doen. Ik ga echt van gewoon vrolijk naar depressief. Naar echt, ik ga alle kanten op. Maar goed, ik moet er gewoon eventjes doorheen. Dit is ook een soort rouwproces. Alleen met degene met wie je verliest, daar woon je dus nog mee samen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Vergeet dus niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even dat duimpje omhoog als jullie dit een leuke video vonden. Ook al was het niet zo'n goed nieuws. Duimpje omhoog help je mij wel mee. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende.